Beste kijkers, de techfondsen, de chippers, die verdienen vandaag de dag veel aandacht dankzij of als gevolg van de heftige koersbewegingen die we terugzien op de dagkaarten. Een mooi moment derhalve om even stil te staan bij het koersverloop van ASMI, ASML en natuurlijk ook BESI. Laten we beginnen met de daggrafiek van ASMI hier in beeld. En dan moeten we vaststellen dat er sprake is gewoon van een solide uptrend die een beetje in november 2022 van start is gegaan. Toen zagen we de serie hogere toppen en hogere bodems van start gaan boven een keurig opkrullende gemiddelde lijn. En daar komt voorlopig geen verandering in. Als ik dan kijk naar de rechterkant van de grafiek, dan zien we dat de trendmatigheid ietsje wegloopt. Dus de bereidheid om de richting vast te houden, dat ebt wat weg. Zien we ook keurig terug bij de RSI, de spanningsmeter, die een beetje vlak gaat krullen rond de 50-lijn. Maar voorlopig hebben we te maken met een grillige, wispelturige correctiefase binnen de dagelijkse uptrend. We zien afwisselend witte en zwarte candles. Er worden gaten geslagen op de grafiek. De swingteller, mijn stappenteller, die staat op een min stand. En de RSI, zoals gezegd, bij de 50-lijn. En dat betekent dat er nog wel wat speelruimte is naar onder toe. We zien de steunzone op 5,45 tot 5,33. En op 5,23, daar komt pas de SMA-lijn in beeld. Dus daaronder komt pas de trend in gevaar. Bovenin het veld ligt er een rode streep op 6,06. Dus dat is de grens die gepasseerd moet worden om daadwerkelijk de uptrend weer een nieuwe impuls te geven. Kortom, eigenlijk niet zo gek veel aan de hand. Een grillige correctiefase. Dus dat betekent dat je het kruid even mag droog houden. Het is niet noodzakelijk als trendbelegger om uit te stappen. Sterker nog, wacht op een nieuwe hogere bodem om dan weer nieuwe of additionele koopkansen aangereikt te krijgen. Kopen op zwakte is de strategie die je op dit speelveld mag aanhouden. Hoe is dat bij je ASML? Eigenlijk een vergelijkbaar beeld, zij het met wel ietsje meer trendmatigheid. En dat komt omdat je duidelijker zicht hebt op een serie hogere toppen, hogere bodems. Met ook hier recent een mooie top op 9,58, pardon. En nu ook een grillige correctie. Ook hier met de nodige gaten op de grafiek, maar ietsje minder heftig dan bij de andere titels. Dus hier is eigenlijk ook gewoon het wachten op de bodemstampers, zoals ik dat dan pleeg te noemen. De indicatoren moeten in een plus draaien. Volg ook onder in beeld steeds de DBS-indicator, oftewel mijn statusmetertje, die weer in het groen moet springen om daadwerkelijk weer koopkansen aangereikt te krijgen. Het lijkt een kwestie van tijd wanneer de bulls ook op dit speelveld gaan begrijpen dat zij de trend intact moeten laten en een nieuwe impuls moeten geven. En u begrijpt dat dat gepaard moet gaan met witte candles richting 9,58. Daarboven komt natuurlijk weer een nieuwe hogere top te plaatsen, maar dat is van latere zorg. Voor nu gaat het erom om te wachten en te loeren op bodemvorming om dan weer toe te slaan met wellicht een interessante turbolongpositie. Ja, en dan de smaakmaker van vandaag, dat is natuurlijk BESI, BE Semiconductors. Gisteren een redelijk herstelbeweging, een paar dagen teruggaan, toen met de koers met een enorm tempo onderuit gehaald. U ziet hem daar staan, de joekel van een zwarte candle, twee dagen terug zelfs onder de SMA-lijn gedrukt. Dus wat dat betreft is er op dit moment sprake, in tegenstelling tot ASMI en ASML, is er hier sprake van een negatieve overgangsfase. En dat betekent dat de bulls aan een zijde draadje hangen. Ik noem het de cliffhangers, want vandaag hangen ze met een zwarte candle aan de SMA-lijn. De swingteller op een min 4 standje en hier zien we de DBS in het blauw, dus wel degelijk een down status. En dat kan slechts en alleen worden afgewend bij koersvorming boven, even afgerond, 148 tot 150. Anders gezegd, de koers moet weer boven de SMA-lijn worden gedrukt om een dalende trendfase af te wenden en opnieuw weer koopkansen aangereikt te krijgen aan de koopkant. Dus de BESI bulls moeten alle zeilen bijzetten om de beren van zich af te schudden. Het is wachten op een witte candle, wit op of boven SMA-lijn. Dan kunnen we ademhalen en dan zijn er weer koopkansen, ook op dit speelveld.